Een commissievergadering van de Alphense gemeenteraad. Je zou denken, niet zo bijzonder, maar niets is minder waar. Want vanwege de coronacrisis is het voor het eerst een digitale vergadering en zitten alle deelnemers, met uitzondering van de voorzitter, thuis. Is het een beetje spannend om op deze manier te vergaderen? Nou, het is wel anders dan anders. En ik heb al wel iets met mijn werk met teamvergaderen gedaan, maar dit is met een grotere groep. Dus hoe groter de groep, hoe ingewikkelder, denk ik. Zal ik nou maar eens naar deelnemen gaan? En dan komt er verschijnt een schermpje en dan zie je een camera en dan zie je een beeld. En daar moet je op die camera, die moet je uitzetten. Nou, de voorzitter zal de vergadering openen. En die geeft dan iedereen om de beurt het woord. En je krijgt het dan ook te zien op je scherm. En je kunt zelf een microfoon en de camera aanzetten. En er is steeds ook al van tevoren gevraagd per e-mail of we die microfoon en camera voor onszelf alleen willen aanzetten op het moment dat we ook aan het woord zijn en daarna uitzetten. Dat we niet achtergrondruis vanuit een heleboel richtingen tegelijkertijd krijgen. Oké. Okay. En dan ga ik even om met je het microfoontje en de camera. Is goed hoor. Op de agenda staat het vaststellen van het bestemmingsplan, zodat deze fietsbrug over het Aarkanaal tussen Alphen aan de Rijn en Aarlanderveen aangelegd kan worden. Over de Aarbrug zijn we positief. Wij vinden het belangrijk, een goede fietsroute. Dat is natuurlijk toch ook wel een beetje een GroenLinks onderwerp, zal ik maar zeggen. In het coalitieakkoord hebben we ook al iets gezegd natuurlijk over snelfietsroutes. Nou, en dit is ook gewoon een goede verbinding dan van Aarlanderveen, van onze bewoners daar. En zeker ook scholieren, richting Alphenstad. Dus ik denk dat dat op zich prima is, een veilige goede route. Aan mensen kun je een hele fijne vergadering. Ja, dank u wel. Dit is de eerste keer dat we digitaal met elkaar vergaderen. Dat zal wat wennen zijn en daarvoor zijn ook wat spelregels opgesteld. Ik wilde beginnen met mevrouw Kothagen. Die heeft in ieder geval, of de GroenLinks-fractie heeft technische vragen gesteld, waar ook zijn beantwoord. Dus ik ga er eerst naar mevrouw Kothagen. Gaat gang. Dank u wel, voorzitter. GroenLinks is voor de aanleg van de fietsbrug. Wij vinden een fietsverbinding een belangrijke verbinding. En het geeft ook een goede, vlotte verbinding voor de leerlingen uit Aarlanderveen om de middelbare scholen enzovoorts te kunnen bereiken. Dat vinden wij van belang, dat dat een veilige verbinding is. En recreatief fietsverkeer, dat is toch iets wat in opmars is en wat na de huidige crisis hopelijk weer gewoon normaal kan gaan plaatsvinden. De vergadering duurt 3 kwartier. Ja, voorzitter. We zijn voor het voorstel. Het is goed als dit bestemmingsplan wordt aangenomen. Het uiteindelijke besluit is dat de fietsbrug er mag komen. Al moet de gemeente Alphen nog wel overeenstemming zien te bereiken met een grondeigenaar om een stuk terrein op te kopen. En dus kan dit onderwerp op donderdag 23 april formeel aangenomen worden in opnieuw een digitale vergadering. Maar dan is het de eerste officiële digitale gemeenteraadsvergadering ooit in Alphen aan de Rijn. Nou ja, de kop is straf voor wat betreft de digitale vergadering. Dank u allen voor de flexibiliteit, voor het inbellen, voor de aanwezigheid hier in de raadzaal. En u bent al thuis, maar in ieder geval tot een volgende keer. Nou, dat was hij. Mevrouw Kothagen, hoe was dat nou om zo digitaal te vergaderen? Nou, aan één kant is het natuurlijk heel helder allemaal, maar als je zo 10 punten achter elkaar zou moeten behandelen, dan wordt het wel een langdurige zit, heb ik het idee. Maar goed, het werkt wel. Ik vind het wel dat belangrijk dat we in elk geval een aantal voorstellen op deze manier voortgang kunnen kunnen geven, want dat is toch wel van belang, dat niet het raadswerk compleet stilvalt in deze situatie.